Hoofdweg enige tijd afgesloten wegens boom. Westerschelling tijdelijk zonder water. En schade bij zwemparadijs De Dolbe. Hartelijk welkom bij deze extra korte nieuwsuitzending over de storm die op dit moment over ons land raast. Zojuist is er op de hoofdweg een boom omgewaaid. Deze is inmiddels alweer opgeruimd. En Miranda en Gerrit-Jan waren ter plaatse. Inmiddels staan we midden op de hoofdweg. Hier is zojuist een enorme boom omgewaaid. De wortels hebben de waterleiding ook meegenomen van die boom, waardoor heel West nu ook zonder water zit. Inmiddels is de brandweer te plaatsen en de kraan van Trip Hek. De boom wordt nu door de midden gezaagd, zodat de weg weer vrijgemaakt kan worden. Ook ons jeugdteam is op pad om te kijken wat er allemaal gebeurt. Thijs was samen met Bram en Joep bij de boom op het fietspad. U zag net bij Miranda en Gerrit-Jan de grote boom op de weg. Nou, wij staan hier bij een kleine boom. Zojuist was er aardig wat stormschade bij zwemparadijs De Dolbe op West. De platen van het zwemparadijs laten los aan de zijkant zoals u ziet. Meer nieuws krijgt u in onze volgende update, ergens aan het eind van deze dag. Ook kunt u ons live blijven volgen via ons live blog op onze website. Ga daarvoor gewoon naar www.terschelling.tv en klik dan op de knop van het live blog. Graag tot ziens!